hartelijk welkom bij de 5e aflevering van Politiek Café Hilversum hier vanuit de Vorstin. Over ruime maand is het zover. De gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaten en de partijen zijn bekend en de programma's zijn nagenoeg klaar. Vanavond zijn weer diverse politici uitgenodigd om met elkaar in discussie te gaan. En wilt u live tijdens de opname reageren, dan kan dat via Twitter. Hashtag PC Hilversum. Deze week werd bekendgemaakt dat oud-burgemeester Ernst Bakker is overleden. Bij Boy en Willem zitten twee politici aan tafel die hem heel goed hebben gekend. Barend Smit van D66 en Hans Hazelagen van de Partij van de Arbeid. Meneer Smit, ik begin even met u. Allereerst van harte gecondoleerd met het verlies van uw partijgenoot. Dank u. Wat heeft Ernst Bakker allemaal voor uw partij D66 betekend? Heel erg veel. Natuurlijk op landelijk niveau sowieso was het een man die heel hard werkte aan de opstart van D66. Maar wat Hilversum betreft, ik heb hem de hele periode meegemaakt. Als wethouder, als raadslid, de fractievoorzitter. Ja, hij viel niet zo op, maar hij deed wel erg veel. Want het was namelijk iemand die met name erg achter de schermen werkte. Ja. Met een geweldig netwerk. Viel me erg op toen ik op VNG-congressen was. De Vereniging Nederlandse Gemeenten allemaal. Nou, iedereen kende Ernst. Ja. Hij kende ook de juiste personen waar hij moest zijn. Zonder brutaal te zijn, kon hij iedereen op elk niveau aanspreken. Had er ook over zijn lak aan, hoor. Of mensen zich ontpopten tot helden. Of mensen die zo hoog nodig een hoofdrol moesten spelen. En daar is hij altijd een beetje in de schaduw gebleven. Ja. Maar hij werkte ook altijd wel een ontspannen sfeer. Ik denk dat het belangrijk is voor de politiek. Ja, hoe zou u hem typeren als politicus? Wat voor politicus was het? Wat ik belangrijk vind voor een politicus, familie heeft het overigens ook al gezegd, dat je als volksvertegenwoordiger gewoon jezelf blijft. Wie je ook bent. Wie je ook bent. En jezelf niet opklopt. En daarom vind ik hem erg belangrijk geweest. Omdat het namelijk een politicus was die gewoon zichzelf bleef. Ja. Makkelijk benaderbaar. En hij was ook onveranderbaar eigenlijk. Hè? Ja. Hij liet zich door niemand wat gezeggen. En dat is misschien iets, heeft iets eigenwijzigs. Ja. Maar ik vind het erg belangrijk dat mensen gewoon zichzelf zijn, benaderbaar zijn en aanspreekbaar. Ja. Waaraan gaat u hem het meest herinneren? Het feit dat hij alle partijen bij elkaar kon krijgen. Ik heb zelf net in die periode gezeten van een stevige coalitie. De heer Hazelager trouwens ook, met een stevige oppositie. Waarbij op een bepaald moment dacht van, zijn we nog wel voor Hilversum bezig? Ja. Allemaal gekissebis over kleinigheden. En toen hij kwam, wist hij dat gewoon een beetje studenticoos ontspannen neer te zetten. Waardoor de grootste hanenkraaiers ook een beetje normaal mens werden. Huh? En het heeft me wel geleerd, ook nog meer geleerd, dat je nog veel beter gewoon kunt doen. Dat je soms veel meer bereikt dan wanneer je partijen tegen elkaar opzet om scherpe punten te krijgen. Want dan gebeurt er gewoon niks. Het was natuurlijk gewoon een doener en geen denker. Maar bij hem hoort gewoon, wanneer gaan we nou eens wat doen? Na veel geklets. Ja, dat is eigenlijk het punt. Wanneer gaan we wat doen? Meneer Hazelager, u bent fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. U heeft ook veel gewerkt met Ernst Bakker, Ernst Karel Bakker. Is zijn volledige naam. Hij was van 5 februari 1998 tot 1 juli 2011 was hij burgemeester van Hilversum. 13,5 jaar. Hoe kijkt u daarop terug? Nou, het is zoals Barend zegt. Kijk, toen Ernst in 1998 werd benoemd in Hilversum. Toen hadden we de situatie, geloof ik, dat Leefbaar Hilversum 14 zetels had. En de rest was ongeveer gefragmenteerd tot maximaal een zetel of 5. Dus het was een hele moeilijke politieke periode. En daar heeft hij eigenlijk, daar moest hij sturing aan geven. Ik geloof dat we toen in één periode iets van 20 wethouders hadden. En uiteindelijk is dat toch allemaal een beetje genormaliseerd. Dat heeft natuurlijk best wel even een poosje geduurd. Maar uiteindelijk in de laatste volle periode, daar hebben heer Smit en ik ook samengewerkt. Toen heeft gewoon het college de rit uitgezeten. Nou, dat was een unicum in Hilversum. En men moet niet onderschatten welke rol ook de burgemeestervak had in het toch wel aanbrengen van het cement tussen die coalitiestenen. Daar deed hij echt enorm veel aan. Hoe deed hij dat? Wat waren zijn verdiensten? Nou, je moet je voorstellen dat ook wij hadden heus wel eens wat problemen met een wethouder. Of we hadden een politiek vraagstuk en dan kon je hem op eerste pasdag bellen. En dan was hij eerst heel boos of chagrijnig quasi, hoor. Dat je hem belde op eerste pasdag en dan een beetje mopperen. En dan, ja, maar sorry Ernst, dit en dat, zus en zo. Maar dan ging hij wel aan de gang.
En het was ook zo dat wethouders die vaak zonder ervaring in een college kwamen, die coachten die enorm. Ik geloof dat Karin Walters dat nog heeft aangegeven laatst. Maar ook iemand als Karin Heerschop heeft die enorm geholpen toen ze eigenlijk geen wethouder meer kon zijn. En toen heeft Ernst gevraagd van, joh, zal ik eens wat voor je betekenen? Waardoor ze toch via de commissaris van de Koningin ergens anders nog heel goed werk kon verzetten en nog steeds doet. En dat was wel Ernst. Die ging echt voor je aan de gang. En die had bij wijze van spreken, hij had geen computer, hè, want dan wist ik ineens waar daar een uitkomst zat. Je noemde hem ook, hè, burgemeester Ernst. Ja, ja, maar hij had waarschijnlijk zo'n rolklappertje. Ja. En daar hadden, stonden denk ik 20.000 telefoonnummers in. Dat deed hij echt. Ja. Hoe was je als mens? Ja, was heel, ik moet eerlijk zeggen dat ik vond hem als mens geweldig. Want dat leerde hij me ook in kennen. Ik heb ook heus wel eens in mijn privé situatie minder leuke dingen meegemaakt. En dan ging Ernst echt een briefje schrijven. Dus ik kreeg niet een of ander flauw mailtje of zo, maar ik kreeg een mooi zo'n handgeschreven briefje, waarin hij ook vanuit zijn eigen, ja, toch wel leven aangaf, ja, hoe erg hij het vond wat je op dat moment meemaakte. Ja, en onwillekeurig raakte hij dat toch. Oké, okay, ik begrijp van u beiden dat het een enorm gemis is voor Hilversum. Ik wil u in ieder geval danken voor uw woorden over Ernst Bakker. En voor ik het vergeet, ik wil u ook nog even condoleren met het verlies van uw andere partijgenoot, Els Borst, ja, die van de week is overleden. Dus het is een slechte week voor D66. Ja. Ja. Dank u heel erg voor uw bijdrage en tot de volgende keer. Ja. Dank u wel. Als muzikale gasten hebben we vanavond een echte Hilversumse band in huis. Hun passie voor muziek gecombineerd met een onderlinge gezelligheid gaat ervoor zorgen dat voor ons een lust is om naast ze te luisteren. Dames en heren, uw hartelijk applaus voor Dien! Shoot the silicon in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right up your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit you, girl. There's only one thing they can fix. No, I won't let you be misled. And that's the hole in your head. Hail, hail, modern world. Hail to all your boys and girls. Hail, hail, the color green. Hail, hail to what I've seen. Hail, 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 this modern world. You tell her that she's beautiful. You put her on a pedestal. And as you Google triple X, imagination kicks in. Someone else, the better it gets, boy. Do you have a purpose in this life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. Hail, hail, modern world. Hail to all your boys and girls. Hail, hail, the color green. Hail, hail to what I've seen. Hail, hail. You can get a child for nearly nothing. You take him home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, boys, you can't compare it to the love, girls. There's only one thing they can fix, so I won't let you be misled. That's the hole in your head. Hail to all your boys and girls. Hail, hail, the color green. Hail, hail to what I've seen. Hail, 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 this modern world. Volgende
Volgende week wordt het Kieskompas gelanceerd. Een online hulpmiddel voor als u nog niet weet op wie u gaat stemmen. Maar gaat dat u helpen? Boy en Willem gaan dat vragen aan Simon Keulemans van Kieskompas. Hartelijk welkom, meneer Keulemans. U werkt voor bureau Kieskompas. Ja. Wat doet u daar precies? Ik ben daar momenteel projectleider voor de gemeenteraadsverkiezingen. U bent gewoon projectleider? Ja, ja. Voor de kijkers die het Kieskompas nog niet kennen, wat is het Kieskompas in het kort? Ja, het Kieskompas is een hulpmiddel voor internet bij verkiezingen. Dat kan van lokale tot regionale tot landelijke tot Europese verkiezingen zijn. Ja. Door het beantwoorden van 30 eenvoudige stellingen die heel toegankelijk geformuleerd zijn, worden mensen in het politieke landschap van hun gemeente of hun land of continent geplaatst tussen alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen. Oké, en bij hoeveel gemeentes vindt dat Kieskompas plaats? Dit jaar iets minder dan 40. We zitten nu op 36. 40. Waarschijnlijk blijft dat daarbij. We hopen natuurlijk altijd dat het op het laatste moment... Dat is moment, nou niet zo populair dan toch? Nou ja, kijk... Hoeveel gemeentes zijn er wel niet in Hilversum? In Nederland, een stuk of 400. Ja. Er zitten heel veel kleine gemeentes bij. Okay. Maar heeft u concurrentie dan of zo? Ja, dit keer van twee andere bureaus. Vorige keer was het er één, dus ook de concurrentie is toegenomen. Goed. Het wordt volgende week landelijk gelanceerd en dan is ook de versie voor Hilversum beschikbaar. Zeker. Maar nou willen wij graag weten, hoe is die versie in Hilversum tot stand gekomen? Nou, die komt tot stand eigenlijk in een vrij langdurig proces. Dat begon al heel vroeg volgens dat, mij. Dat begon met een verkooppraatje in de zomer nog. En vervolgens wordt er voor Kieskompas gekozen, zijn we erg blij natuurlijk. Dan vervolgens vragen we aan de partijen wat om input te leveren. Wanneer was dat? Dat is gestart in oktober volgens mij. Uit mijn hoofd is een stellingenconferentie op 15 oktober geweest. Oké, en toen was het klaar. Dus stellingenconferentie. Ja, dat is een stellingenconferentie. We vragen dan partijen van tevoren input aan te leveren. Als het programma er al is, dan vragen we ze ook het programma op te sturen. Mm-hmm. Die input die zij aanleveren, die verwerken wij op de stellingen. Ja, maar dan is de conferentie. Toen waren er nog geen verkiezingsprogramma's? Nee, die waren vrij spaarzaam inderdaad. En er waren ook een paar politieke partijen nog niet? Ook nog niet. Hoe heeft u dat dan alsnog tot stand kunnen brengen? Dat snap ik niet. Nou ja, omdat we aan partijen niet zo specifiek vragen van kom eens met stokpaardjes aan. We vragen van wat denkt u dat voor de mensen in Hilversum nou belangrijke punten zijn. Okay. Nee, dan verwacht dus, u heeft een aantal, dus die partijen komen dan met een aantal stellingen? Ja, die komen met onderwerpen aan en die formuleren wij tot stellingen. Oké, en dan kunt u twee stellingen noemen voor Hilversum? Nou, ik heb er een heel lijstje. Bijvoorbeeld, ik zal eerst dat eens noemt zeggen. Noemt dus één stelling. Winkels mogen alle zondagen open zijn. Oké, en als ik daar volledig eens ben bij welke partij kom ik dan uit? Zo werkt het niet. Zo werkt het niet? Nee, zo werkt bij het niet. Bij welke partijen kom ik dan uit? Nou ja, u komt niet op basis van één stelling bij een partij uit. Nee, maar bij elke stelling wordt toch gemeten welke partij daar... Die zeggen wat ze ervan vinden, toch? Nou ja, ik weet zeker dat de ChristenUnie aan de linkerkant zit dan. Van niet mee eens. Nee, ik vermoed inderdaad dat zonder... Dus als ik nee zeg, dan kom ik bij de ChristenUnie. Maar als ik nou ja zeg, bij welke partij kom ik dan uit? Nee, dat is echt te makkelijk gezegd. Het is niet zo dat wij een stemadvies geven op basis van een stelling of een onderwerp op een stelling. Wij plaatsen mensen in het politieke landschap. Maar deze partijen, en dat is een gemiddelde van alle 30 stellingen. Oké, maar die stellingen, worden die nou door de politici gemaakt? Nee, de onderwerpen dragen de politici aan. Wij formuleren dat om tot stellingen. Politici hebben de neiging om met notas aan te komen die zich niet lenen voor stellingen. Dus daar hebben wij mensen voor in dienst die dat doen. Wij brengen vervolgens op zo'n conferentie die stellingen in stemming bij de partijen. Dan kijken we, zijn de partijen het er mee eens? Als iedereen het ergens mee eens is, is het geen geschikt onderwerp voor een stemhulp. Nee. Maar die laatste twee nieuwe partijen bij ons, hoe hebben die daar nog mee kunnen doen? Nee, die hebben niet meegewerkt aan de totstandkoming van het Kieskompas met de stellingen. Maar die nemen we wel op, uiteraard, in het Kieskompas door de stellingen te laten beantwoorden. Okay. Die stellingenconferentie, dat vind ik nog integrerend, die is 15 oktober tot stand gekomen. Ja, heeft toen plaatsgevonden. Het is door de politici die dan zitten en nog niet gaan zitten, maar het zijn de oude politici die hebben dit bedacht. Dat hoeven niet per se de oude politici te zijn. Hè. Wij benaderen niet politici, wij benaderen partijen. Ja. We laten ook partijen vrij in de mensen die ze ermee toenemen. Het gebeurt ook in veel gemeentes dat mensen juist nieuwe kandidaten op de lijst meenemen om ze alvast warm te laten draaien. Die stelling die u net noemde, winkels mogen alle zondagen open zijn, die stond ook al in het Kieskompas van 2010. Ja, en ik vermoed zomaar dat hier in 2018 ook weer in kan komen. Oh, dat verandert helemaal niet. Nou ja, dat, ik zeg, als lokale, de winkels daar alle zondagen open zijn, hoeft die stelling er dan niet meer. Dan kunt u er tegen zijn. Ja. Ja. Oh, dan kan je nog tegen zijn. Ja. Er is ook in de afgelopen jaren, ook rond 2010 vorige keer, toen ook het Kieskompas heel veel zijn vertegenwoordigde, geloof ik het zo moet zeggen, nogal wat discussie geweest van, ja, is dat nou wel betrouwbaar? Is het nou, moet je nou, dat wat is... Je wordt gemanipuleerd. Kent u die discussie? Nou, ik ken natuurlijk discussies over het nut van een stemhulp. Ja. Wij vinden uiteraard dat het veel nut heeft. De kieswijzer hebben we toen. En die zei van, nou, je moet niet het Kieskompas gebruiken, je moet ons gebruiken. En het Kieskompas zei, nee, je moet ons gebruiken. Ja. Dat is, nee, we zijn net mensen, we concurreren elkaar. Wij moeten ook eten. Ja. Maar wij doen wel, bij Kieskompas vinden wij wel dat onze methode, die is een stuk anders dan andere stemhulp. Hè. Wij geven niet een zwart-wit stemadvies. Want dat zou, concurrenten zijn niet bezig met manipuleren. Maar wanneer je, zeg maar, echt
echt een zwart-wit stemadvies geeft van u komt uit bij de VVD, dus u moet op de VVD stemmen. Het werkt toch zo dat als je al je 30 vragen naar eer en geweten beantwoordt, dat er dan een lijstje uitkomt? Nee. En bij mij wel. Dan komt er een lijstje. Dan vult u waarschijnlijk onze concurrent stemwijzer in. Nee, maar ik geef geen lijstje. Ik geef geen concurrent. Ik heb alle 30 vragen. Ja. En dan krijg je een bolletje met alle. En dan kun je nog kijzen van de partijen. Ja. En die staan op volgorde. Ik heb een voorbeeldje bij me. Bijvoorbeeld, dat ziet er dan zo uit. Ja, nee, dat is een inschuifje wat we in 2010 hadden. Bij ons kom je altijd in de eerste plaats in het politieke landschap uit. Daarna kom je hieruit. Ja, dat hebben we dit keer niet. Oh, dat is jammer. Waarom niet? Dat hebben we dit keer niet, omdat wij ook leren. Wij willen mensen niet een zwart-wit stemadvies geven. Wij willen mensen stimuleren om te kijken waar sta ik in het politieke landschap. Tussen welke partijen sta ik, welke partijen staan juist verder weg. En dan ook stimuleren om door te kijken van waarom sta ik daar. Met welke partijen heb ik welke punten gemeen. Dus wij willen juist weg van de opzet van een lijstje waarbij de nummer 1 het feitelijke stemadvies is. Wij geven mensen inzicht in hun plaats in het politieke landschap. Ja. Tussen de partijen, maar vooral ook om verder te laten kijken. Ja, maar wat heb je dan? Ik begrijp het niet. Dit is toch heel erg handig als je dan zo'n lijstje krijgt? Nou ja, kijk, dat is heel erg handig als je wil weten van op wie moet ik nu stemmen. Alleen wij denken dat, kijk, wij maken die stellingen samen met partijen. Daar denken we heel goed over na. Ja, niet met burgers, maar daar komen we zo op. Met partijen. Ja, nou goed, daar komen we zo op dan inderdaad. Maar kijk, een volledig objectieve methode om 30 stellingen te selecteren, die is er niet. Nee. En wij vinden het daarom te willekeurig om een partij op de nummer 1 te zetten. Dit is het stemadvies. Ja. Wat misschien op 1 stelling afwijkt van de nummer 2. Op een punt wat iemand helemaal niet belangrijk vindt en wat ook nog eens relatief willekeurig gekozen is. Oké. Okay. Ik heb wat ik geprobeerd heb. Het is misschien wel een grappig idee om het voor jezelf te testen. Mm-hmm. Je kunt het naar eer en geweten invullen. Ja. Maar je kunt het ook invullen wat je grootste tegenstander zou kunnen invullen. Ja. Ja. En dan krijg je een lijstje andersom. Dan is niet de bovenste partij is dan zeg maar de ergste. Uh-huh. En de onderste partij is dat jou, is jou. Die zit het dichter bij jou. Ja. Kent u die methode? Nou, je kan altijd andersom invullen natuurlijk. Ja. Ja, dat kan. Dat is een goede test om het te doen. Ja. Die betrouwbaarheid. Dat blijf ik toch een beetje bij hangen. Want het wordt nou een vaag bolletje waar je eigenlijk niks aan kunt aflezen. Dus je kunt er ook eigenlijk... Je kunt er ook eigenlijk niet op varen. Nou, ik denk dat dat juist bijdraagt aan de betrouwbaarheid. Kijk, wij denken, het is niet betrouwbaar om een heel keihard zwart-wit stemadvies te geven zonder mensen vervolgens inzicht te geven in waarom ze daar staan, tussen welke partijen ze daar staan, wat die partijen vinden. Mm-hmm. Wij willen mensen, wij spreken ook nadrukkelijk niet over een stemadvies. Wij geven mensen inzicht in waar ze staan in het politieke landschap. En wij pretenderen dus helemaal niet dat wij de wijsheid in pacht hebben. Want iemand kan bij een partij uitkomen waar die gevoelsmatig helemaal niet op wil stemmen. Nou, dat kan net zo goed een goede overweging zijn. Is het duur om zo'n ding in te huren? Dat is 9.500 euro exclusief BTW. 9.500 euro exclusief BTW. Daarmee zijn we de goedkoopste over. Oké, okay, ja. We zitten weer goedkoop in Hilversum. Ik hoor het. Ja, hoi. Zeker. Maar ik had nog één vraagje voor we het gaan afsluiten. Mensen die nou geen internet hebben, die kunnen geen kieskompas invullen. Kan er geen papieren versie van komen? Nou, die is er. Die is er? Die is er, ja. Die wordt ook uitgedeeld, huis aan huis in Hilversum. Nou, die kunnen gemeenten aanschaffen. Daar kunnen gemeenten gewoon bij ons voor aankloppen. Wij kunnen dat ter plekke nog doen. Wij vertalen dan de online... Maar is die versie er al voor Hilversum? Nee, die ligt er nog niet. Nee. Die ligt er nog niet? Nee. En wie moet dat dan bestellen? De gemeente. De gemeente? Ja. Oh, dan gaan we straks even vragen wie bij de gemeente dat gaat bestellen. Ja. Nou, het kan tot... Is dat duur, die papieren versie? Dat is, zeg ik uit mijn hoofd, €950. En hoeveel krijgen we dan? Hij krijgt een druklaar bestand, dus dat kan zowel op een website worden gezet, dat kan in de verkiezingskrant komen, dat kan huis in huis worden uitgedeeld, in de bibliotheek, in scholen, dat kan overal worden neergelegd. Oh, okay. Net viel het al even, burgers. Worden er ook burgers bij betrokken, bij het samenstellen van zo'n kieskompas? Het samenstellen van die stellingen? Nee, dat is inderdaad niet het geval. Wat wij wel hebben gedaan bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen, omdat dat op een wat hoger niveau is, waar het ook beter zich leent voor analyses, is een inhoudsanalyse gedaan over waar de kranten de afgelopen regeerperiode het meest over geschreven hebben, zodat je per deelonderwerp, bijvoorbeeld immigratie of economie, kan zien welke onderwerpen binnen dat deelonderwerp nou het vaakst aan bod zijn gekomen. Dus dan weet je in ieder geval dat je raakt aan maatschappelijke tendensen. Dat kunnen we lokaal hebben dat vooralsnog niet kunnen doen. Hè. Daar zijn gemeenten vaak te klein voor. Dat leidt ook tot te hogere kosten, waardoor we dat niet meer voor schappelijke kosten aan gemeenten kunnen aanbieden. Dus waar we dit moment nog vanuit moeten gaan, is dat de gemeenteraad een vertegenwoordiging is van het volk van Hilversum. En dat die dus de punten aandragen die ook voor de bevolking belangrijk zijn. Maar het zou voor 2018 misschien een mooie streven kunnen zijn om burgers daar meer bij te betrekken. Bij die stellingenconferentie. Ja, wie weet. Oké.
Ik denk dat we voorlopig even voldoende weten. Volgende week wordt je gepresenteerd in Hilversum. Volgende week dinsdag, ja. Hier in, waar we het gaan? In het gemeentehuis. In het gemeentehuis. Vanaf 6:00. Okay. Iedereen welkom. Dan wensen we je daar alvast veel succes mee. Zijn er nog mensen die in deze zaal niet weten wat ze moeten stemmen, iets willen weten over het kieskompas? Het blijft akelig stil. Nou, het is duidelijk. Oké, dank u wel voor uw bijdrage en heel veel succes volgende week. Dankjewel. Over ruim een maand weten we welke partijen in het college gaan zitten en welke plaats gaan nemen in de oppositiebankjes. Met wethouder Lon Joren van der Boer van de VVD en Jan Kastje van GroenLinks, sorry Jan, blikken we graag terug op de afgelopen 4 jaar. Okay. Hartelijk welkom allebei. Sylvia zei het al, we gaan het hebben over de afgelopen 4 jaar, maar we kijken ook altijd vooruit natuurlijk. Als ik met u even mag beginnen, mevrouw Joren. Uw collega Jan Rensen maakte gisteren bekend dat hij niet meer beschikbaar is voor een post als wethouder. Hoe zit dat met u? Hele goede vraag, maar 2 maanden te vroeg. 2 maanden te vroeg? Ja. Het zou kunnen zijn, u staat onderaan de lijst, dat u dat een soort signaal is van dat u niet meer wil. Zo. Dat is de ereplek bij de VVD. Is dat de ereplek? Dus daar ben ik blij mee. Ja. Dat betekent dat je niet in het politiek geweldje stort, maar als bestuurder gewoon de laatste maanden nog vol doorgaat. Okay. Om te zorgen dat je nog zoveel mogelijk voor elkaar krijgt. Maar heeft u nog zin? Het zijn geweldige, leuke het waren om te fantastische doen. 4 jaar. Ja. Okay. Als u terugkijkt op de afgelopen 4 jaar, wat voor rapportcijfer zou u zichzelf willen geven als wethouder? Nou, ik denk dat we als college en ik ook als wethouder ongelooflijk veel voor elkaar hebben gekregen in economisch lichte tijd. Nou, ik denk dat we wel een 8 verdienen als college. Nou, ja? Dan ben ik heel benieuwd naar het cijfer dat Jan Kastje aan u wil uitdelen. Meneer Kastje? Ja, wat denk je van een 6? Een 6? Ah, dat is nog wel voldoende dan toch? Het is voldoende, maar het is niet goed genoeg. Oké, we hebben u gevraagd naar punten waar u wel of niet tevreden over bent. Daar hebben wij een aantal punten voor uitgekozen. En ik wou als eerste punt maar eens hebben over duurzaamheid. Meneer Kastje, ik begreep dat u daar niet tevreden over bent. Nou, misschien nog eventjes toelichting op dat cijfer, hè? Want dat heb ik ook eerder gezegd. Kijk, dit college heeft, en dat verdient credits, een aantal dingen, dossiers opgeruimd. Heeft puin geruimd. Ja. Mevrouw Joren is onder andere verantwoordelijk voor personeel. Er valt een politieke partij om. In ieder geval... We zijn er even stil van. Omdat je van Hilversum houdt, valt om. Nou, dan weet iedereen dat. Ik zal de partij niet noemen, maar onthoud. Laat dat maar even klapt. Laat het dan maar even, jongens. Laat dat even zitten. Het komt toch even niet meer op. Nee, even, dus, gaat even dus dit college heeft puin geruimd. Mevrouw Joren is ook verantwoordelijk geweest voor personeel en organisatie. Daar was ook wel wat te doen. Ze heeft dat zelf ooit eens de verwezen organisatie genoemd. Dus dat heeft ze goed gedaan. Ja. Maar dit college is niet in staat gebleken om heel veel zijn perspectief te geven. Okay. En dat zit hem ook, wat mij betreft, op duurzaamheid. Want dit college heeft in de begroting voor 2014 zichzelf een enorme pluim gegeven op duurzaamheid. Maar vergeet dat uiteindelijk dat een initiatief vanuit de raad op initiatief van GroenLinks is geweest. Ja. Oké, maar vindt u nou dat ze het goed gedaan hebben of niet op dat punt? Nou ja, kijk, ze hebben puin geruimd, maar ze hebben een onvoldoende perspectief gegeven. En daarom een 6, voldoende. Ja. Wat vindt u ervan, onvoldoende perspectief, mevrouw Jong? Nou, ik ben blij dat de heer Kastje ziet dat wij ongelooflijk veel opgepakt hebben en veel stevige ondergrond onder onze voeten hebben neergezet. Naar de toekomst toe denk ik dat de heer Kastje nog wat erg voorzichtig is in zijn beoordeling. Ik heb ook gezien dat hij zeker bij duurzaamheid, maar ook bij het Groen Beleidsplan, onze plannen wel degelijk gesteund heeft. Ik denk dat we vooral een discussie hebben over het tempo van uitvoeren nu. Ja, en dat is een kostenpost waar je het dan over hebt. Hè. En daar kunnen we verschillend over denken. Ja, er werd ook het woord groen viel al, hè, eigenlijk. Groenplannen, hoe staat het daarmee? Volgens u ging het allemaal goed, als ik uw mail heb gelezen. Nou, wij hebben heel goed met het Groen Beleidsplan in beeld gebracht wat voor gebieden wij allemaal hebben, wat de waarde daarvan is, hoe we dat willen behouden en ook willen uitbouwen. Wat is een groen beleidsplan ook alweer? Nou, dat geeft aan hoe wij in Hilversum natuurgebieden, maar ook groen in de wijken willen hebben. Ja. Bijvoorbeeld hoe we met bomen omgaan, maar ook, de ecologische hoofdstructuur. Dus hoe ook de dieren van het ene gebied naar het andere ook door kunnen stromen. Daar ook buiten Hilversum dan? Ja, die dieren. Ja, laten we even eerlijk zijn. Ja. Bij de gemeentegrens staat geen bord stop. Nee, ik probeer voor te stellen wat het betekent, het groen beleidsplan. Maar dat gaat daarover. Het geeft heel goed weer dat wij zuinig zijn en investeren in een gezonde, prettige woonomgeving. En heeft u dat goed gedaan, vindt u zelf?
Nou, ik herinner mij dat ik daar een hele brede raad voor het plan heb gekregen. Ja. Vinden jullie dat ook? Nee. Want dat is ook wat dus ik bedoel, van de weinigen die niet te weinig perspectief gegeven. Ja. Kijk, het college heeft deels buiten geruimd en deels gewoon op de winkel gepast. Het komende periode zal een grote opgave zijn, dat heb ik in alle verkiezingsprogramma's gezien, dat zal het centrum zijn. In 2012 overigens heeft GroenLinks het initiatief genomen voor die centrumvisie, mind you. Dus ik wil even weer initiatief vanuit die raad, hè. Kijk, duurzaamheid is een belangrijk ding. In 2010 heeft GroenLinks samen met in eerste instantie Jan de Wit van de ChristenUnie het initiatief voor Hilversum klimaatneutraal genomen. Dat is een uitwerkingsprogramma geworden. En daar verschillen we inderdaad van mening, want dat mag wat ons betreft wel wat sneller. Nou, daar gaan we nog wel weer verder over hebben. Twee is inderdaad groen. En ik vind ook wel dat dit college daar wel een paar steken heeft laten vallen. Zoals? Nou, misschien herinnert u zich anderhalf jaar geleden de commotie over een eventuele rondweg langs Hilversum-Zuid. Het halveren van het Rabos, een belangrijk recreatiegebied bij Kerkelanden. Het verharden van de start- en landingsbanen van Vliegveld Hilversum. Nou, dat zijn wel een paar belangrijke ingrepen op de natuur, vinden wij. En dat hebben we gelukkig overigens voorkomen. Oké. Had u ze door willen zetten? Het waren mijn plannen niet, dus hij hoeft hem ook niet te voorkomen. Ja, maar even op dat punt. Hè. Dan geef voor de camera's geef ik mevrouw Joren ook even de gelegenheid om dat nog eens een keertje uit te leggen. Kijk, in 2010 onder aanvoering van GroenLinks is er een brief naar de provincie Noord-Holland gestuurd waarin deze gemeenteraad bij grote meerderheid zei: wij willen geen verharding van die start- en landingsbaan. Vervolgens komt mevrouw Joren doodleuk in 2012 met een plan om die banen te verharden. Dus dat begrijp ik dan niet. Okay, nee, hoe komt dat eigenlijk? Waarvoor deed u dat? Die plannen beoogden om, mind you, 1000 huizen minder in een geluidszone te hebben. Met andere woorden, het geluid terug te dringen. Mm-hmm. Ja, wat je ziet, en dat is natuurlijk... Dat vond u weer geen goed idee. Nee, mag ik het even afmaken? Ja? Wat je ziet is dat mensen dan denken dat verharden per definitie meer geluid betekent. En in de setting die wij toen hadden neergezet was dat juist niet het geval. Maar goed, we hebben toen we merkten dat heel veel mensen daar toch bang voor waren gezegd van nou, dan zetten we die plannen niet door. En we hebben het toen anders aangepakt. Ja, maar wat ik dus nog steeds niet begrijp is dat als een gemeenteraad in grote meerderheid zegt, en daar waren toen goede redenen voor, wij willen die verharding niet. En even over die wijk bij Loosdrecht, die had ook, bleek uit die onderzoeken, gebouwd kunnen worden zonder verharding van die start- en landingsbaan. Dan begrijp ik nog steeds niet waarom dit college D66, VVD, PvdA met verharding van die start-landingsbanen kwam. Ik bedoel, gelukkig op initiatief van GroenLinks samen met inwoners van Hilversum-Zuid is dat voorkomen. Maar ik begrijp het gewoon niet. Had u het gevoel, mevrouw Lonjoren, dat u de regie had over een aantal zaken? De goede regie, de zaak in handen, echt als regisseur, als manager? Ik ben geen manager, ik ben bestuurder. Oh, bestuurder. Maar wat je vooral ziet is dat wij heel veel punten hebben opgepakt. Ik ben vooral achter de schermen zeg maar de diesel geweest. Met name op PNO. Maar vergeet ook niet dat we voor heel Hilversum alle bestemmingsplannen hebben vernieuwd. Dus digitaal zijn nu alle beschrijvingen beschikbaar. U weet wat ik vroeg, hè? Het antwoord past er nog niet helemaal bij. Had u het gevoel dat u het in handen had? Dat u de regie had? Dat u de bestuurder was? We hebben op heel veel fronten en ik zelf ook zeker punten opgepakt en naar voren gebracht en in de raad met veel meerderheid erdoor gekregen. Nou, dat lijkt me een behoorlijke regie. Want als je ziet wat wij als college gedaan hebben in slechte, economisch slechte tijden, dan denk ik dat dat een enorme regie is geweest. Ja. Ja, overigens al die bestemmingsplannen werden consoliderend van aard, met andere woorden, die werden ongewijzigd vastgesteld. Nee. Over op de winkelpassen gesproken. Ja. U wou reageren? Nee, wat meneer Kastje vergeet is dat we in de afgelopen 20, 30 jaar heel veel nieuwe wet en regelgeving hebben gehad. Heel veel ander beleid. Noem maar op, dat hebben we allemaal verwerkt. Hebben we allemaal heel evenwichtig naar voren gebracht. En het lijkt me dat dat iets meer verdient dan de kwalificatie op de winkelpassen. Dat is echt een enorme slag geweest. Lekker. Nou ja, ik blijf bij mijn oordeel. Vandaar dus dat zesje. Het is net voldoende geweest. Okay. Maar een volgend college moet echt eens een keertje perspectief aan Hilversum bieden. Een mooi nieuw centrum neer gaan zetten met levende pleinen, bruisende cultuur. Dat moet een volgend college gaan doen. Goed. Nou, dan gaan we dat zien straks. Maak even een stapje 2 maanden verder. Vraag wordt nog een keer gesteld. Blijft u in de politiek hier in Hilversum, ja of nee?
Dat is uiteraard zeer afhankelijk van de uitkomst van de verkiezingen en van de onderhandelingen. En wat in dergelijke onderhandelingen naar voren komt. Maar u komt sowieso niet in de gemeenteraad. Ik heb Er moet een historische overwinning komen van de VVD. VVD heeft het de vorige keer heel goed gedaan. Ja, 1000 mensen meer. Hoeveel mensen staan op de lijst bij u? Wij hebben 27 mensen op de lijst. En er staan hele goede mensen op. Oké, maar nummer 27 komt waarschijnlijk niet in de raad. Dat is niet het eerste waarvoor ik mij daarvoor heb laten brengen. Ik ben er om vooral te helpen uitleggen wat wij ongelooflijk veel gedaan hebben de afgelopen jaren. En dat is gewoon goede ondergrond neerzetten. Keuzes maken, goed zorgen dat mensen wie kunnen vinden en een goede dienstverlening krijgen. En krijgen waar ze recht op hebben. En ik denk dat we daar een heel sociaal goed beleid voor hebben neergezet. Ik denk dat er misschien mensen in de zaal zijn die ook vragen willen stellen. Zijn die er op dit moment? Is iemand in de zaal? Ja, een meneer uit de tweede linie. Meneer komt helemaal uit de tweede linie. Ik ben Jan de Vries van het CDA. Ik zit niet in de raad, ben ook geen wethouder geweest, sta wel op de lijst. Er kwam een opmerking van dat dit college is bezig geweest puin te ruimen. Zo heb ik het toch goed begrepen. Ja. Zou de heer Kastje 3 punten willen noemen waar dit college puin heeft geruimd? Dus dat is kennelijk wat het voorgaande college achterwege heeft gelaten. 3 punten, ik ben toch wel benieuwd wat dat is. Ja, dat vorige college waar inderdaad ook het CDA in zat, wat heel veel gedaan en vooral ook verspild heeft op al die bouwprojecten waar heel veel geld in verloren ging. Dat is nummer 1. Mevrouw Joren had het al even over de verwezen organisatie. Nou, dat is dus door dit vorige college ook niet aangepakt en door dit college wel. Dus dat is wat ik wel bedoel met puinruimen. Ja, dat is 1. Nou, nummer 2. Nee, 2 was het opruimen van deze organisatie. Ja, dat was, en 3 is, en dat geef ik haar wel toe, ik ben er ontevreden mee, maar ze heeft inderdaad wel al die ruimtelijke plannen op een rij gekregen. Dat heeft het vorige college ook niet gedaan. Maar wat heeft het financieel nou opgeleverd? Pardon? Oh, heel veel. Nou, dit college, ik heb er geen deel van uitgemaakt. Ik wil ook geen verdediger zijn van dit college. Absoluut niet. Nee, ik heb maar dat blijkt een beetje dat u dit college verdedigt, terwijl u er niet in zit. Nou ja, ik verdedig dit college niet, want ik heb volgens mij helder gemaakt wat de kritiekpunten zijn die ik heb op vliegveld, groen, duurzaamheid. Meer kun je noemen. Ik geef inderdaad ze credits omdat ze puin hebben geruimd in die hele projectenportefeuille. Ze hebben een aantal bouwexploitaties afgesloten, waardoor de verliezen verminderd werden. Dat hebben ze inderdaad gedaan. Maar die zijn wel afgeboekt ten laste van de burger. Wat is uw punt precies? Want dat puinruimen, want dat vind ik een wat lege, holle frase als het zo genoemd wordt. Maar ik krijg geen concrete volgens mij heb ik een paar voorbeelden genoemd. En ik heb ook aangegeven dat inderdaad het vorige college met het CDA dat niet heeft gedaan. Mevrouw Jor wil ook nog reageren op de vragen stellen, begrijp ik. Ja, wij hebben toch heel veel bezuinigd zonder dat voor de burgers minder plezierig te maken. Dus we hebben de organisatie, en dat bedoelde de heer Kastje ook, een stuk efficiënter gemaakt. Geïnvesteerd in betere kwaliteit van organisatie en personeel. Wat in de volle breedte van al het werk wat wij doen voor de burger het een stuk aangenamer maakt. Dus dat was wel verbouwen met de winkel open. En zeker de grondexploitaties, dat kenden nogal wat bleeders. Ja. Dat betekent dat belastingcenten, waar mensen ook hard voor moeten werken, uitgegeven werden zonder dat je er wat voor terugkreeg. En dat hebben we inderdaad goed afgebouwd. Ik ga even onderbreken, want ik zie dat er nog een andere vraag gesteld is. Hallo, mijn naam is Kimberly Loef en ik kom hier om een skatepark te realiseren. Een skatepark? Ik wou vragen, in het algemeen, of jullie ons daarin zouden kunnen steunen. Ah, wie is er voor een skatepark hier allemaal? Ik zie allemaal vingers op. Nou, allerlei politici zijn het met je eens. D66, GroenLinks. Wat moeten ze doen? Het gaat er komen. Ik zie het echt. Ons steunen. Sorry. En hoe? Niet alleen steunen als in steunen. Ja. Maar we hebben ook een Facebookpagina. Ja. En wij hebben een handtekeningenlijst. En daar komen we nu mee langs. Oh, okay. Nou, die gaan we allemaal tekenen. Ja, okay. Er is een skatepark, alleen dat moet fors opgeknapt. Ja. Dus dat ben ik wel met ze eens. Okay. Zijn er nog andere vragen op dit moment? Ja, we gaan het skatepark regelen. Ik had voorstel. Zijn er nog andere vragen aan die kant?
Nee? Nee, hartelijk dank. Oké, dan bedanken we onze gasten. Okay. En we tekenen allemaal even de lijst. Ja? Jacques getekend voor het skatepark? Nou. Ze maken er nou toch echt wel een potje van, hè? Wie maakt waar een potje van? Nou, de VVD, joh. Ja. Die wil nu opeens geld stoppen in een evenementenpotje, zodat ze dat kunnen gebruiken, bijvoorbeeld Hilversum Live. Dat ze dat kunnen betalen. Oké, die takkenherrie... Jongen, die VVD... Eerst 4 jaar keihard bezuinigen op cultuur... Ja. En dan zo vlak voor de verkiezingen even wat geld in een potje stoppen. Schiet toch op. Ja. Zijn ze helemaal van de pot geschuffeld? Jongen, we zitten vlak voor de verkiezingen. Weet je wat die collegepartijen nu gaan doen? Die gaan nu zelf interne vergaderingen houden... om te kijken wat ze de afgelopen 4 jaar hebben bereikt. Ja. Begrijp jij het, begrijp ik het. Resultaten? Dat zullen dan wel flashmobs worden, denk ik. Jongen, die VVD, ik moet me echt inhouden, maar die VVD, jongen... Het is echt waar, die barst opeens van de ideeën. Hier, in een stukje hier in de krant, hè. Wij willen ook ruimte voor alle weggebruikers. Ja. Oh, is dat niet zo? Iedereen moet zich in Hilversum op een veilige, vlotte en makkelijke manier kunnen verplaatsen. Ja. Zodat hun kiezers nog makkelijker kunnen weglopen, bedoel je? Nou, dat zal er wel weer niet de bedoeling zijn. Ja. En trouwens, waar zouden die kiezers nou heen moeten, Lex? Waar zouden ze heen moeten? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar gelukkig krijgen we weer een kieskompas. Kieskompas. Ja. Dat is zo'n vragenlijst, weet je wel. Online kan je invullen. Ja. En dan zie je waar je de best op kan stellen. Ja, en wat voor vragen krijg je dan? Ja. Bijvoorbeeld, gelooft u in sprookjes? Lex, als ik daar ja op zeg, hè, bij welke partij kom ik dan uit? Ja, daar heb je me. Ja. Want er blijven er nog 11 over. Ja. Nou, dat schiet dus niet op. Dat gaat niet zo. Nee. Misschien deze vraag. Ja. Misschien helpt dat. Wat is uw favoriete kleur? Ja, haha, dat is een inkoppertje. Ja, als ik rood zeg, is dat PvdA of SP. En als ik groen zeg, dan is dat GroenLinks of CDA. Of nou, ja, D66. Maar, heel goed. En wit is natuurlijk de ChristenUnie. De ChristenUnie wit? Jan de Wit. Oh, ja. Ja. Nou, hey, en wat gebeurt er als ik blauw invul? Ja, dan heb je ze weer allemaal. Zo. Dat zijn suipers. Ja, hallo. Hé, hey, zo'n kieskompas, ik weet het niet hoor. Ik ben toch niet gek? Nou, wat goed dat je dat nou zegt. Want dat doet me denken, we krijgen weer een mediamarkt in Hilversum. Ja, een mediastad zonder mediamarkt. Ja, en weet je wat ze ook willen hebben in Hilversum? Geen idee. Nou, dat is een sociëteit voor hoger opgeleiden met hersenletsel, een beperking of een beginnende dementie. Ja, en voor wie is die sociëteit dan bedoeld? Voor mensen met een beginnende dementie. Nou ja, laat ik maar zitten. Dit is, dat weet je wel, als je de volgende week de kieskompas invult, dan kom je vanzelf eruit. Dan weet ik wie er hoger opgeleid zijn en een hersenletsel en beperking en beginnende dementie heeft. Ja. Nou, ik weet zeker, dan kom je bij alle 11 de partijen uit. Ja, mogelijk. Trouwens, we hebben hier straks ook nog de bekendmaking van de politicus van het jaar 2013. Oh. Lex, wie is dat geworden? Ja, nou, dat is spannend. Dat is heel spannend zelfs, maar daar waren we nog niet helemaal uit. We? Ja, wij als Verenigde Wiettelers van Hilversum... Oh. Ze opeens willen alle partijen de wietteelt legaal gaan maken. Ja, maar wat heeft dat met de verkiezingen te maken, Lex? Nou ja, wij willen natuurlijk de politicus waar je straks het beste mee kan dealen. Oh, ja. Dus dan wordt het een kwestie van kiezen of dealen? Ja, heel raak. Ja. En bij de verkiezingen hebben we straks ook geen kiesdeler, maar een kiesdealer. Ja. Heerlijk, eerlijk zullen we alles dealen. Ja, dat houdt niet op. Nou, joh, het is toch verschrikkelijk. Een biertje nemen. Ja, dat is een deal. Proost. In de sketch zag en hoorde u Lex Bogert en Guus Beijen. We gaan verder met een terugblik over de afgelopen 4 jaar... met wethouder Jan Rensen van de Partij van de Arbeid... en Jan de Wit van de ChristenUnie. Hartelijk welkom. En een vooruitblik. Ja. Zoals gezegd, we gaan ook even terugkijken. Misschien ook vooruitkijken. Maar meneer Rensen, het nieuws van gisteren. U bent inmiddels 8 jaar wethouder geweest... en gisteren maakte u bekend dat u niet meer beschikbaar was. Waarom? Dat is een hele lastige kwestie, want wethouder zijn is fantastisch werk. Verslavend? Bijna, maar, ja. het is ook een vreselijke baan. Okay. En je bent voortdurend bezig met een spel met heel veel
spelers en een vierdimensionaal schaakbord. He, met je achterban en met je college en met de raad en met bewoners en met je eigen motivatie, je eigen passie en al die dingen die spelen mee. Daar is het evenwicht tussen wat is nou een fantastische baan en wat is nou of fantastisch werk en wat is een vreselijke baan. Het is 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. En als je me nu zou vragen, wil je naar door, zeggen ja. Maar je moet ook realiseren, je kiest voor niet voor nu, maar je kiest voor 4 jaar. Ja. En als je 4 jaar nog bij 8 jaar optelt, dan moet je daar wel over nagedenken. En als je nagedenken en er gebeuren dingetjes waardoor je gaat twijfelen. Wat gaf de doorslag voor u? Een aantal kleine dingen waardoor ik dus echt na ging denken. Oké. Okay. Moet u even die dingetjes noemen? Of? Nee, er zijn. Kijk, op een gegeven moment is die balans. Van wanneer is het nou alleen maar een mooi werk en wanneer is het nou een vreselijke baan? En als je een paar weekenden thuis zit en je krijgt nieuwe kleinkinderen en je kunt daar niet van genieten omdat je meer aan je werk moet, dat soort dingetjes. Dat zijn van die kleine dingen die op een gegeven moment. U wilt ook meer tijd privé eigenlijk? Het is niet één ding, het zijn een aantal dingen. En als je daarover na gaat denken. Dan moet je op een gegeven moment zeggen, nou, bij twijfel niet inhalen. En dan kun je beter maar meteen eerlijk zijn. En zeggen, ik doe het niet voor de volgende 4 jaar. Jammer van nu, maar niet voor 4 jaar. Okay. Is het zo zwaar? Het is heel zwaar, ja. Heel zwaar. Okay. Ja, dus, en dat is... veel mensen realiseren zich dat niet. Maar het is echt een baan voor, wat ik zei, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Mm-hmm. En je mag natuurlijk wel slapen en af en toe televisie kijken. Maar op een moment kun je ook wel weer daarvan afgeleid worden. En altijd heb je stukken bij om te lezen en altijd... dossiers om door te nemen. Ja. Dus het is echt, alle avonden ben je bijna bezet. Of met lezen, of met bezoeken, of met vergaderen, of wat dan ook. We hebben het uw collega er net ook gevraagd. Een rapportcijfer voor uzelf? Ja, ik hoorde die discussie net. Het hangt heel erg af van waar je het afmeet. Maar even aan jezelf. We hebben een collegeprogramma geschreven. En als je het collegeprogramma als uitgangspunt neemt. En je ziet dan wat we hebben gerealiseerd, dan denk ik inderdaad dat we tot een 8 kunnen komen. Okay. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de oppositiepartijen een ander uitgangspunt hebben. Ja. En daartegen afgezet, misschien met tot de 6 of misschien wel tot de 5. Nou, dan gaan we meteen vragen, meneer De Wit. Als oppositiepartij. Ja. Rapportcijfer. Ja, ik ben de jury Christen vandaag. Ja. Nou kijk, ja, ik ga geen cijfer geven. Nee, ik kan wel aangeven dat meneer Renssen wat mij betreft een ruime voldoende krijgt. Voor zijn inzet de afgelopen jaren. Maar goed, we hebben natuurlijk als oppositiepartij hebben we een aantal dingen waar we het college in steunen, die wij ook een goed idee vinden. Maar ook gewoon een aantal dingen waar we het gewoon niet over eens zijn. Ja, en daar wordt het cijfer dan weer wat lager van. Oké, dan komen we zo. Het is ruim voldoende en dan wat lager. Dat is een ja, ja, hou het daar maar op. Ja, ja. Ja. Goed, we gaan er even niet meer over door. We weten ongeveer het cijfer wel. We hebben u ook gevraagd naar punten waar u wel of niet tevreden over bent. Daar hebben we even ook wat punten voor uitgekozen. Het grondbeleid werd onder andere genoemd. Meneer De Wit, daar was u niet tevreden over, begreep ik. Ja, en over een aantal aspecten niet. Kijk, we hebben natuurlijk de vastgoedcrisis gehad. En heeft Hilversum natuurlijk ook wat van meegekregen. Heeft ons ook veel geld gekost, een aantal projecten. Bijvoorbeeld bij het zwembad het project Villa Industria, waar nu gelukkig gebouwd gaat worden. Zo zijn er nog meer projecten. En op een gegeven moment heeft het college zelf aangegeven van... nou, we gaan deze periode maar geen nieuwe grondexploitatie openen. Geen nieuwe grote projecten. En toen kwam de heer Renssen, die kwam uiteindelijk over het lang gewenst... toch met een plannetje om daar een mediamarkt neer te zetten... Ja. Met een ondergronds parkeergarage. En daar waren wij niet voor. Ten eerste vanwege het financiële risico. Maar we hebben ook gezegd van prima zo'n mediamarkt... maar laat zich dan vestigen in een pand wat er al staat in Hilversum. Nou, toevallig een krantenbericht van laatst, waar we dan ook wel blij mee zijn... dat de mediamarkt zich in een bestaand winkelpand aan de Groest wil gaan vestigen. Dus is het toch nog goed gekomen dan? Ja, dat is wel goed gekomen. Maar nou ja, goed, dat toont eigenlijk aan dat wij niet over alle aspecten van het beleid tevreden zijn. Dat was, voor mijn begrip, wat was daar mis mee eigenlijk? Ten eerste dat je, als je daar op de Groest of op lang gewenst nieuwe grootschalige detailhandel gaat bouwen. Ja. Kijk, mensen geven niet meer uit, zeker niet in de crisis. We hebben al veel leegstand. Als je nu ook door het centrum loopt, dan worden de panden bijna meer bevolkt door politieke partijen dan door winkels, zo langzamerhand. Wat natuurlijk aan zich heel leuk is met de verkiezingen. Met wij zitten op een geheime locatie. Naast de kerk.
Geheime locatie. Nou, dat is in ieder geval alle gekheid op een stokje. Er zijn natuurlijk heel veel leegstaande panden. En wij hebben gezegd, ja, je moet ten eerste niet bouwen voor leegstand. Dus geen nieuwe detailhandel erbij. En ten tweede geen grote parkeergarages bouwen. Want dat is gewoon een groot financieel risico. Ja, dus dat hele plan, dat hoefde van ons niet. En we zijn eigenlijk blij dat het nu op deze manier is opgelost. Okay. Want de wens van wethouder Rensen om de mediamarkt hierheen te halen, ja, dat vinden wij natuurlijk prima. Okay. Wilt u nog reageren op wat meneer De Wit heeft gezegd? Het grappige is dat we eigenlijk het hele plan was gemaakt om die parkeergarage te kunnen realiseren en acceptabel te maken. Om de verkeerscongestie in de binnenstad van Hilversum weg te werken. Dat was in eerste instantie het uitgangspunt. Nu is het zo opgelost. Ik bedoel, de verkeerscongestie, daar zullen we alsnog wel een oplossing voor moeten vinden. Maar goed, de mediamarkt komt misschien zoals het er nu uitziet. Dus op zich is dat wel een mooie aanvulling op het detailhandelsaanbod in Hilversum. Een parkeergarage vindt hij wel een goed idee, toch? Dat was ik. Nou ja, parkeergarage die hebben we al, hè, boven Silver Point. Ja, daar kan je parkeren en daar is nog genoeg plek. Dus we hoeven op zich geen nieuwe parkeergarage erbij op dit moment. Uw partij is toch niet tegen parkeergarages? Nee, niet, maar op dit moment zien we geen reden om ondergronds daar heel veel geld in te stoppen. Ja, dan kwam hier toevallig al even het woordje leegstandsbestrijding voorbij. Ja. Daar was u zelf ook niet tevreden over, nee, meneer Renzen? En niet zozeer van dat ik zelf dan zo vreselijk slecht gedaan heb, maar meer omdat het niet lukt om al die partijen bij elkaar te krijgen die daar iets aan moeten doen. Je kunt als politiek kun je heel veel proberen voorwaarden scheppend bezig te zijn. En een paar kleine succesjes hebben we al gehad. Maar als je ziet hoeveel pogingen we hebben gedaan en hoe dicht we soms erbij zijn geweest om panden te vullen. En hoe dat dan op het laatste moment niet doorgaat. Omdat ofwel eigenaren ofwel nieuwe bewoners of nou ja, allerlei redenen die dan een rol spelen. Bijvoorbeeld het krakgebouw hebben we 3 serieuze huurders voor gehad. Het krakgebouw, het UWV. Het krakgebouw. Waar iedereen het over heeft. Dat leuke gebouw van station. Dat is door één, daar hadden we meerdere spelers voor. En één speler die viel om en dan gaat het hele kaartenhuis storten in elkaar. Het lege postkantoor hebben we 3 keer het idee gehad van nou, dan gaan we een handtekening zetten. En 3 keer ging dat niet door. Dus dat is wel teleurstellend, ja, uiteindelijk. Ik wil nog even overstappen, als je het goed vindt, naar sociale zaken. Want dat heeft u ook genoemd. Daar was u niet tevreden over. Ja, nou, daar was ik wel redelijk tevreden was over. Was u wel redelijk? Ja, daar was ik wel tevreden over. Ik denk, ik noem ook een punt waar ik wel tevreden over ben. Wij zijn ook, zeg maar, als ChristenUnie in de afgelopen jaren druk geweest met armoedebestrijding. En ook samen met maatschappelijke partijen armoede op de kaart zetten. Ja. En hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Ik dacht, ben je tegenstrijdig, armoede op de kaart zetten? Ja, nou, de armoede die er is, zichtbaar maken. Ja, snap het, en wat aan doen. En wij zijn op een gegeven moment op vliegveld Hilversum. Dat hebben we vliegveldbijeenkomsten genoemd. Die gingen niet over vliegtuigen, maar over armoede. Ja. We hebben met behulp van de bibliotheek wat borrels georganiseerd. Met allerlei organisaties die zich met armoedebestrijding bezighouden. En op een gegeven moment is wethouder Renzen ook aangehaakt. En die heeft dat ook opgepakt. Een armoedenota gemaakt met maatregelen om verder armoede te bestrijden. En een inkomenskaart, die is recent gepubliceerd. En daar kan je dus als Hilversum zien in één oogopslag op één A4'tje. Ja. Van als ik problemen heb, waar kan ik eventueel aankloppen, et cetera. En daar zijn wij dik tevreden over. Daar hebben we gewoon samengewerkt. Ja. Maar waar was je niet tevreden over dan? Nee, daar was ik tevreden over. Okay. Ja. Maar, dat valt er toch wel mee eigenlijk? Ja, dat klopt. Nou, vandaar dat mijn cijfer ook geen onvoldoende was. Ja, maar goed, je begon gemiddeld en dan nog. Ja. Dus ik was erg tevreden met het college. Nou, voldoende tevreden met het college. Volgens mij hadden we het over wethouder Renzen. En ik vind dat hij zich, kijk wat hij zegt. Wij kunnen merken aan wethouder Renzen dat hij zich met hart en ziel voor heel veel dingen inzet. Soms loopt hij wel eens voor de raad uit, zullen we maar zeggen. Maar over het algemeen kun je er wel van uitgaan dat als wethouder Rens iets oppakt, dat hij daar stevig mee aan de slag gaat. Alleen ja, wij zijn het bijvoorbeeld op het punt van grondbeleid, wat ik genoemd heb, daar zijn we het niet altijd eens. Okay. Het is wel grappig als ik er heel even tijd voor heb. Ja, heel even. Dat is wel grappig dat juist het grondbeleid in Hilversum voor de crisis heel slecht liep. En dat had ook met allerlei dingen te maken. We voelden ver om daar niet op in te gaan. Maar bijvoorbeeld de civiele industria hebben we juist in de afgelopen periode tijdens de crisis uit de slop kunnen trekken. En anders hoeven we tijdens de crisis uit de slop kunnen trekken. Dus eigenlijk, als je ook de aantallen ziet, er zijn er niet veel, maar de aantallen woningen wat gebouwd is in de afgelopen jaren, bouwen we tegen de crisis op. Anders, tegen de trend in Nederland, zijn we wel aan het bouwen. Kleine aantallen, maar het is wel anticyclus. Ja, nou, het gaat mij vooral om de keuzes die dit college gemaakt heeft. En dat noem ik bijvoorbeeld lang gewenst. Maar Villa Industria, daar hebben we natuurlijk ook nog flink extra op moeten toeleggen, ook in deze periode. Dus niet meer in deze periode. Ja. We hebben deze periode af moeten sluiten. Daar hebben we de rekening op moeten maken. Ja, we hebben maar het zijn verlies uit het verleden. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ik heb nog één laatste vraag aan u, meneer Jensen. U heeft nog 1 maand als wethouder? 2, hè? Twee. Oké. Wat zou u nog even snel willen regelen?
Als u alles... Het is toch uw afscheid, hè? Ja, we gaan hem goed in de gaten houden. We gaan hem goed in de gaten houden, ja. Was er nog een punt waar je zegt, nou, dat zou ik nog geregeld willen hebben? Nou, kijk, waar ik wel erg bezorgd over maak, is over die decentralisatie die op ons afkomen. Okay. En de manier waarop de ziekte, de zorg en het sociale beleid in Hilversum wordt neergezet. Okay. Wat we overkrijgen vanuit Den Haag. Oké. Okay. En het is voor mij toch wel heel veel aan gelegen als we daar in ieder geval zo'n goede, stevige dossiervorming neer kunnen zetten dat onze opvolgers dat ook goed kunnen voortzetten. Okay. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ons te doen staat. Ook. Zijn er nog vragen uit de zaal trouwens? Want dat moeten we ook even niet vergeten. Zijn er mensen die iets... Vragen uit de zaal? Links niet. Nee. Rechts niet. Oké, nou, dan denk ik dat we gaan afsluiten. Dan wil ik beide heren bedanken. Allebei succes wensen bij de verkiezingen. We gaan u ook niet terugzien als gemeenteraadslid. Nee. Dat is heel onverstandig om als wethouder terug te komen als raadslid. Precies. Voetbalcoach misschien? Met mijn knieën? Denk ik niet. Oké. Dan denk ik. Hartelijk dank voor je deelname. En veel succes straks. Vorige maand was hij hier om de verkiezing politicus van het jaar 2013 aan te kondigen. Waarop u natuurlijk heeft gestemd. Vanavond is hij hier met de uitslag. Marco van Stralen. Dames en heren, hartelijk welkom. Het is zover. De spanning is te snijden. Ik roep de eerste drie genomineerden hier op het podium. Dat is allereerst Joep Meddes van de SP. Joep Meddes, kom naar voren. De tweede persoon die wij graag willen uitnodigen, dat is Arno Schepers, VVD. En dit keer met een baard. Dus hij doet met de tijd mee, zoals... geloof ik ook Eddie de Pape van de Gooi-Nederlander. En dan als laatste, hij zit er weer bij, Jan de Wit van de ChristenUnie. Hier gaat het allemaal om, dames en heren. Er is gestemd door alle, bijna, nou nee, nu overdrijf ik, door heel veel raadsleden van de gemeente Hilversum en een enkele wethouder. Maar voordat het zover is, zet ik hem nog even neer, zoals een echt RTL-programma. Dus, want eerst gaan we even de grote publiciteitsprijs uitreiken. Dat is de Gooi in één Bode publieksprijs voor de 8e jaar. En dit keer is het geworden, u heeft het allemaal kunnen lezen in de Gooi in één Bode en op de dichtbij-site. Waar is hij? Sami Akrou voor de tweede keer. Kom naar voren. Ik mag hem weer overhandigen. Ik zie dat je allemaal strak in het pak bent. Sorry dat ik mijn PvdA-trui thuis vergeten ben vandaag, maar... Is oké, geen rode sweater. Allereerste vraag, en dat is een beetje in de sfeer van de Olympische Spelen. Wat gaat er door je heen? Nou, kijk, het is een hele grote eer dat ik deze prijs heb gewonnen. Ik ben heel erg blij dat mijn omgeving mij heel erg steunt... in het bedrijven van de politiek. Ik haal daar heel veel inspiratie uit. Ik haal daar heel veel hoop uit. Ik put daar heel veel energie uit. En natuurlijk vraag ik mijn omgeving om op mij te stemmen. Net zoals ieder politicus dat doet. En ik ben eigenlijk blij dat dit eigenlijk de kers op de taart is. Oké, en waar komt hij te staan? Komt op mijn bureau te staan. Op het bureau. Dames en heren, de Gooi in één Bode en de Telegraafconcern heeft alle stemmen nog eens een keer gecontroleerd. Dit is echt de terechte winnaar. Sami Akrou, applaus, PvdA. En Sami, je mag nog even op het podium blijven staan, want dan gaan wij de volgende uitreiken. Allereerst de kandidaten, Jan de Wit van de ChristenUnie. Jan de Wit werd geroemd. Ja, eigenlijk zei een oud, bekend, vertrekkend raadslid, hij zei... Hij was gewoon eigenlijk de beste. Al die jaren. Goede dossierkennis. Rust. Soms in het strijdgeweld was hij lekker rustig. Slim ook soms. Kwam met slimme voorstellen. Kon met iedereen binden. Jan de Wit, genomineerd. Applaus. De tweede, en er is eigenlijk heel braaf gestemd, want er werden vooral nette mensen gestemd waar men, men vond ook dat die mensen erg sterk waren, beleefd waren. Dus zo heeft men dit keer gekozen. En dat is Arno Schepers van de VVD. En als laatste, men zei vorig jaar eens een keertje, bij hem heb je soms het gevoel dat hij zo dadelijk zijn Jaguar in de Jaguar stapt.
Dus een nette jonge man voor de SP. Dat is Joep Meddens. Dit keer live aanwezig. Dames en heren, de winnaar. Dit keer, en misschien moeten we wel zeggen, hij is echt een kanjer, want hij gaat hem voor de derde keer pakken. Jan de Wit van de ChristenUnie. Jan de Wit. Jan de Wit, waarom denk je dat je hem gekregen hebt van al die raadsleden en wethouders? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik had me eigenlijk voorbereid op een speech dat ik hem niet zou winnen. En toen zou ik eigenlijk zeggen van ik heb liever 3 zetels dan dat ik deze prijs 3 keer win. Maar alsnog erg bedankt aan mijn collega's. En ik vind het natuurlijk hartstikke leuk. En die 3 zetels, daar ga ik ook voor. Oké, okay, op naar de 3 zetels voor de ChristenUnie. We zullen het zien. Dit was de Frans Vrolijk Award. De Vrolijke Frans Award, officieel geheten. Een samenwerkingsverband met dichtbij.nl, Gooi in één bode en het Politiek Debat Hilversum. Dank jullie wel allemaal. Succes. Applaus. We zijn weer aan het einde gekomen van dit Politiek Café. Volgende maand zijn we terug met een extra lange uitzending en een bijzondere uitzending, namelijk het lijsttrekkersdebat. We verheugen ons er nu al op. Voor nu gaan we eruit met nog even een lekker stevig nummer van onze muzikale gasten van vanavond, Dien!